Ja, goedemiddag, woensdagmiddag. Dus ja hoor, daar is weer een nieuwe vlog. Maar deze vlog gaat over een gebeurtenis die pas volgende week woensdag gaat plaatsvinden. En waar heb ik het dan over? Over de verkiezingen. Want wat gebeurde er? Ja, ik heb natuurlijk wat meer tijd doordat ik minder werk, of bijna helemaal niet meer werk, zeker in deze coronatijd. En er was een oproep om lid te worden van het stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ik heb me opgegeven en in eerste instantie was de aanmelding overweldigend. Dus kwam ik op een reservelijst. En op een gegeven moment kreeg ik weer een nieuw bericht dat ik was toegevoegd. Maar tot mijn verbazing niet als stembureaulid, maar als voorzitter van het stembureau. En daar schrok ik nog wel even van, want volgens mij heb je daar aardig wat verplichtingen en ik heb het natuurlijk nog nooit gedaan. En dus doe ik het wel, doe ik het niet. Nou, om het te kunnen doen, moest je eerst maar eens even een e-learning module volgen. Dat klonk simpel, maar dat was het niet. Daar was ik nog een hele tijd mee bezig, met afgerond met de toets. En daarin zijn alle mitsen en maren en ins en outs voor de verkiezingen. En ook wat je als voorzitter moet doen. Dat betekent tellen, bijhouden, bundelen, processen, verbalen invullen, nog een keer controleren, beslissingen nemen als er onduidelijkheden zijn. Dus je moet ook een deel van die kieswet kennen. En op het eind van de dag, of waarschijnlijk in de nacht, als alles gestemd is, want daar moet je ook weer bij zijn, moet je het geheel wegbrengen naar het stadhuis. Na een aanvankelijke aarzeling, dat ik dacht, zo, heb ik het toch maar gedaan. En daarna nog een keer een gewone Zoom-meeting gevolgd. Ook weer met alle zaken die van belang zijn, zeker in deze coronatijd. Dus volgende week ben ik druk met als voorzitter te fungeren van het stembureau. Of van een van de stembureaus hier in Amersfoort. En heb ik dus geen tijd om daar een vlog over te maken. Maar het leek me wel leuk om nu alvast te laten zien wat je allemaal moet doen om voorzitter te worden. Want je moet ook nog een coronatest doen. Die is gratis en die wordt specifiek afgenomen voor stembureauleden. Dus je krijgt ook een code die je moet melden. Waardoor je, voorrang krijgt. Of misschien wel speciale testen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat ga ik ook nog even doen voor het eerst. Lijkt me niet zo heel prettig. Ik heb al die maanden al met enige afgrijzen zitten kijken hoe ver ze dat stokje in je neus duwen. Het lijkt me wat uit te komen bij je prefrontale cortex. Dus ja, daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Maar goed, ook dat moet gebeuren. En dan heb ik dat ook maar een keer meegemaakt. Gaan onze hond Nina natuurlijk ook stemmen. En het is denk ik wel duidelijk op welke partij onze hond gaat stemmen. Het zou raar zijn als hij bijvoorbeeld op Volt zou gaan stemmen of op een andere partij. Nou, dus was hem weer. Niet zo lang, maar het leek me leuk om jullie eens mee te nemen wat er gebeurt als je in het stembureau mag meedoen. Dus volgende week maar even niet. Maar denk aan als ik daar de hele dag zit achter een bureau. Ik weet niet of het een lange dag is. Het wordt in ieder geval, het wordt zeker een lange dag, want je moet ook bij het stemmen blijven. Dat kan wel tot in de nacht duren. Dus ik zou zeggen, tot over 2 weken. Tot dan.